Asha uit Burundi woont met de 5 maanden oude Mossini op het asielzoekerscentrum in Dongen. Nu kan ze met hem nog naar de medische opvang. Maar op 1 januari kan dat niet meer. Dan moet ze bellen. Eventueel met hulp van een niet-medische medewerker van het centrum. Dan moet de COA-medewerker bellen en zeggen dat de baby ziek is. En dan zullen ze vragen stellen. Ja, een COA-medewerker zal denk ik niet de temperatuur opmeten van het kind om te kijken of het inderdaad koorts heeft. Die zal misschien horen dat het kind een ademhalingsgeluid heeft, maar dat is maar de vraag. En dan als dat niet gehoord wordt, is dat mogelijk ook een risico op een beoordelingsfout natuurlijk. De verpleegkundigen op het centrum verliezen hun baan. Ze kunnen proberen assistent te worden bij een huisarts die met asielzoekers werkt. Waarom is voor dit systeem gekozen, denkt u? Ik denk simpelweg omdat het goedkoper moet ook. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, heeft de zorg op de centra uitbesteed aan zorgverzekeraar Menzies. En die wil dat het voor asielzoekers net zo wordt als voor andere Nederlanders. En dus komt er een nationale huisartsenpost waar mensen zich telefonisch melden en dan worden ze doorverwezen naar een huisarts in de buurt. Maar moeilijkheden met taal maakt de kans op fouten groot, vrezen de verpleegkundigen. Er blijft een bepaalde zorg. Ik weet niet of er ongelukken gaan gebeuren. Ik hoop het niet, laat ik het dan maar zo stellen. Mensen is nog volop bezig contracten met huisartsen af te sluiten en een centrale post ergens in Nederland in te richten. Toch denkt de zorgverzekeraar dat de medische zorg aan asielzoekers vanaf 1 januari net zo goed of beter wordt dan nu. De 5 maanden oude Mossini maakt zich daar nog geen zorgen over. En hij is trouwens op 1 januari allang weer beter.